Jongens, tot weer kijken deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOR1999. Met vandaag weer de nieuwe feyenoord Out aan slot crewmate. Aan een slot feyenoord Maar we gaan deze wedstrijd twee, af twee afleveringen spelen met. Uh, Slovenië, de EK kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en tegen België dat zijn de twee wedstrijden die we dus vandaag gaan spelen en voorafgaand aan deze video wil ik nog een reactie doornemen van Noah Games beste Wesley, ik ben een beetje zenuwachtig, ik ga een YouTube kanaal beginnen denk ik ben vroeger op school een beetje geplaagd maar ik wil het wel doen, want ik vind het leuk om FIFA video's te maken, kan je promoten ga weer een korte video maken, hoe is Feyenoord met Til, Taunier en al die andere spelers, bedankt en typ iets terug, nou, geef tips. Je bent, je bent een uh, voorbeeld van mij promoten. zou geweldig zijn. Heet Noah Games, weet ik, dat zie ik hier ook staan aan je kanaalnaam. Maar in ieder geval, uh, wat je ook zegt, van vroeger uh, werd ik een beetje geplaagd. Je bent niet de enige geweest. Want ik heb voordat, dat, dat, dat voordat ik echt. Ja, ja moet ik het zeggen? Groot ben geworden, ook niet zeggen. Maar. Ik ben in het ongeveer in mijn tweede klas ben ik begonnen met YouTube. Ook, toen heette het al FIFA Boy 1999 NL. Maar toen werd ik ook geplaagd op school en toen heb ik ook besloten om het weer te verwijderen en ermee te, te stoppen. Maar ja, drie jaar geleden, vier jaar geleden, dacht ik van weet je, ik kan het wel weer oppakken. Ik weet hoe ik het moet doen, ik weet hoe ik de video's moet plakken, hoe ik moet inspreken. Dat, weet, dat wist ik nog van mijn vorige YouTube kanaal die ik samen met een vriend had. Dat heette toen de tijd WJTV. Ik weet niet of je het kent, maar dat was heel hele tijd geleden. Dat bestaat inmiddels ook al niet meer. Maar daar, daar deed ik ook steeds de video's van aan elkaar editen en dat soort dingen. Dus ik wist hoe ik het moest doen. En dus ook vandaar dat ik uh, voor mijn eigen even begonnen ben. En het gaat natuurlijk super top. En voor de rest sta ik ook nog van even kijken. Uh, ja, nou, uh, abonneer dus alvast op hem: Noah Games. Hij gaat beginnen met, uh, je, met video's. Uh, even kijken uh, hoe is het met Till en toernooi uh, te spelen. Ik heb niet met uh, toernooien gespeeld nog. Oh, je bedoelt, uh, die verdediger die Feyenoord gehaald hebt. Ja, die heeft die heb, dus niet meer gespeeld. Want ik heb die career mode waar ik nu met Feyenoord zit, hebben we hem niet binnen. Til hebben we wel gehad, die hebben we verkocht. Volgens mij. Ja, die heb ik al verkocht, of niet? Ja, die heb, ja, die heb ik inderdaad verkocht. Uh, even kijken, voor de rest. Dus het, het, het gaat aardig goed met. Uh, je kan aardig lekker ermee spelen. Voor de rest, dus abonneer zou ik zeggen op uh, Noah Games. En voor de rest het staat hij al 3-0 trouwens tegen, tegen Bulgarije. Bulgarije is echt een hele makkelijke tegenstander om tegen te spelen. Zelfs al 4-0 voor Rus nu. Voor Slova, Slovenië. Zo staan we dus al 4-0 voor. Geen veldje aan de lucht zou je ook kunnen zeggen voor, voor ons. Maar ik zou zeggen, dus abonneer allemaal op Noah Games. Hij heeft nog geen video's geüpload. Ik zie wel dat hij uh, geabonneerd was op mij. Super tof. Maar ook op andere. Goede kanalen en nog geen video's. En ik zou zeggen, ik hou je kanaal in de gaten. Ik ben als eerste geabonneerd. Ik zou zeggen, volg, abonneer ook even op hem. Dan komt het allemaal wel goed. 5-0, laatste kwartier. We staan nog steeds met een 5-0 voorsprong. En dan is het dus, uh, ja, toch wel een monsterzege hier tegen Slovenië. En we gaan hopen dat het de volgende wedstrijd tegen België ook zo makkelijk wordt. Dat het probeert een hele zware klus te worden voor ons. Hier komen ze er wel uit nu, Bulgarije. De redding van Oblak. te aanvoeren met een goede redding. Al uiteindelijk hier over de zijlijn. Ingooi, waar niks uit kan. De laatste 10 minuten. Goede paas geven wij ze buitenspel. Nee, nou dan kan er een kans komen voor de 6-0. Er is definitief echt goed af te sluiten. Dit is een uh, slecht geschoten schot. Krijgt hem niet lekker op zijn voeten. Er blijft nog steeds dus 5-0 voor Slovenië. Doet dat nu dus voor Bulgarije. Doet dat wordt genomen. Komt eraan voor Slovenië. Bal weggehaald dus nu eigenlijk zo snel mogelijk. Lukt niet echt. Of toch wel? Jazeker. We komen eruit daar aan de rechterkant. Goede paas op uh, Maruvec. Maru Vets. Maru Vets, met de voorzet. En die valt daar goed. En dan is het nog 6-0. Laatste vijf minuten spora scoort En is het ook al over en uit voor Bulgarije. En gaan wij deze wedstrijd winnen. Met een monsterzege Dus met 6-0 tegen Bulgarije. Gaan we het goed gevoel naar de wedstrijd tegen België. En een land die heel erg lastig is om te kloppen natuurlijk. België. Maar we zijn in vorm. Arne Slot is in vorm met zijn Slovenië Wat het EK wil behalen. We behaalden net niet het WK. Omdat we toen laat instroomden we willen wel het EK behalen met Slovenië. En ook dan weer, wel weer het WK. Dus we gaan uh, nog langer blijven bij Slovenië. Volgens nog is hier dus nog steeds 6-0. En dan gaat het ook al blijven. De, la de laatste minuten gaan in. Mijn 6-0 voorsprong voor Slovenië. Morgen natuurlijk weer de um, spelersquare mode. En als het goed is, als Tim morgen beter is, ga ik morgen beginnen aan een opname voor een uh, West vs. Tim. Die zal wel eerst deze week ook online komen. Gisteren hebben jullie een koffer gezien van mij. Van hij en zij van Thijs De wedstrijd hier is geëindigd. De graaf is uitgeleend En we hebben dus met 6-0 gewonnen eh, met Slovenië van Bulgarije. En nu is de wedstrijd tegen België. Een hele lastige tegenstander. Je merkt het trouwens al dat de afleveringen nu wat korter zijn. Maar ik zit natuurlijk nu in mijn vakantie. Mijn vader is ook thuis. Dus ik moet gewoon ook af en toe een dagje weg. En dan wil ik de aflevering eigenlijk nou, niet zo kort maken. Maar gewoon 10 minuten. zien wat korter dan. Misschien ongeveer een kwartier. Niet langer wat ik natuurlijk ook wegga en uh, Maar ik wil sowieso elke dag een video voor jullie blijven uploaden. Dus vandaar dat jullie gewoon wel de video's zien. We blijven hier stilstaan. Geen idee waarom. Aloua niet nu met de bal. We zitten kwartier gespeeld tegen België. We staan nog steeds 0-0. Maar Aloua de bal geeft richting um, Sporra. Sporra gelijk met de kans. En de bal net naast was de kans voor de 1-0. Maar helaas krijgt hij er niet in. En blijft dus 0-0. Minuut 25 ondertussen. Nog steeds die 0-0 stand. Gaan we wisselen? Nee. We gaan niet wisselen. We gaan door met de wedstrijd. Waar België het bezit heeft voor het oppassen nu. Dus de bal komt dan goed aan. De ketalaren. Onderschept door, uh, door Slovenië. Goed gedaan. Nu de aanval. Alojovic. Alujovic. Campbell. Goede paas. Perfect. Zegt dan moet dit de 1-0 worden voor Slovenië. En dan zit hij er ook in. En is het 1-0. Voor de ploeg van Aarhus. Slot. En dus de 1-0 voorsprong. Voor Fantastisch gedaan. En ze komen dus op 1-0 met een mooie goal van volgens mij Sporar. En nu is het de aanval weer voor Slovenië en we komen er weer uit. Bal op de lat, bal op de paal gaat er niet in. Het blijft dus voor rust 1-0 voor Slovenië. En nu komt België eruit. Moeten we moeten heel erg oppassen nu, want de Belgen zijn gevaarlijk zoals altijd. Oppassen daar. Hazard geeft de paas goed op Carrasco. Hazard tackle is niet goed doorgegaan door België. Hazard en nu wel goede onderschepping. En de bal binnengehouden ook door Slovenië. Twee minuten, één minuut is voorbij. En dan zijn we ook de eerste helft voorbij. En is het dus de voorsprong voor ons. De verrassende voorsprong. Maar België, ja, gaat natuurlijk wel op zoek naar die aanval. Wij maken hier een domme overtreding. Met iemand die al een gil had. Maar gelukkig krijgt er geen tweede gil. De vrije trap is hier voor De Bruine wordt genomen de vrije trap. Hazard. Hazard. wordt onderuit gehaald. Ja, penalty. Penalty voor België. Bal op de stip. En dan gaat België zomaar op 1-1 kunnen komen of wordt het Oblak. Lukaku of Oblak. En het is Lukaku dwars door het midden. 1-1. België komt op gelijke hoogte tegen Slovenië. En wij hopen zien wat kunnen we kunnen gaan doen. Minuut 52. Goeie paas op Marivets. Uh, Marivets, de man die uitgeleend is bij Feyenoord, maar hier mag spelen door van aan de slot. En het is de 2-1. Hij zet Slovenië op een 2-1 voorsprong. Marovets 2-1. Tussen de minuut 57. Weer België probeert uit te komen richting het doel van Oblak. En hier is een overtreding. Nee, doorspelen dus. het is wel weer terug voor België nu. Al de wereld, Tielemans, Hazard, de Ketelare wordt daar lichtelijk van de bal gezet. Maar krijgt wel de vrije trap mee. En dat is de vrije trap op een gevaarlijke plek. De Bruyne staat klaar voor die vrije trap. De ketelaren naar de kant gegaan bij België. En dan staat daar De Bruyne klaar om die vrije trap te gaan schieten. En dan gaat die vrije trap er zomaar in. 2-2 voor België. Ze komen dus weer gelijk. Ondertussen de laatste 10 minuten. Nog steeds de 2-2 stand. En hier valt de bal dan misschien goed. En de bal valt daar niet goed. Of toch dan weer wel. Niet echt. Dan is het hier. Ja, het is nu een strafschop. Het is nu een strafschop voor uh, Slovenië. De hensbal van al de wereld, denk ik. Ja, de hensbal van al de wereld. Dan gaat Alouvits klaarstaan om die strafschop binnen te schieten. Gaat het hem lukken? Alouvits met de 3-2 voor Slovenië. Hij gaat klaarstaan. De fijnorder. Alouvits voor de voorsprong voor Slovenië. met nog 10 minuten nog. En nee, de bal onderkant lat. En de bal uit het doel. Dan krijgt hij er dus niet in. Voor hem heel erg jammer natuurlijk. Hij had zich weer willen bewijzen. Natuurlijk, hij is al, hij is er alweer wel bezig. Hij is de beste op het veld bij Slovenië. Alhoewel de keeper is de beste, maar qua veldspelers is um, Aluwits een van de goede beste spelers. En ook nog Ilisjes natuurlijk. Maar goed, hij wil ze wel daarmee samen goed samen mee kunnen spelen. En nu komt Sporar eruit, Sporar dan, Sporar, ja hoor, 3-2. En dan komt Slovenië toch op een voorsprong, 3-2, Sporar. In de laatste vier officiële minuten, nu twee nog, waar we 3-2 voor staan. Na een 6-0 overwinning. Nu een 3-2 voorsprong tegen België. Waar het zomaar gelijk had kunnen eindigen. België is nog niet afgeschreven, hè? België is nog niet afgeschreven. Hazard wordt onderschept. Goed daar. Dan misschien nog één keer daaruitblijven. In extra tijd. Voor Slovenië. Om de wedstrijd echt definitief te beslissen. Sporar komt daar niet lang. Wordt de bal weggehaald door Denier. En de bal uiteindelijk voor België. Coutois. Dan zit de wedstrijd er hier wel op. En dan gaat Slovenië winnen met 3-2. We willen dan, als dan alsnog in de laatste minuut. de het van Sporar. We hebben dus twee overwinningen gepakt in deze kwalificatie. Tegen Bulgarije een hele makkelijke en tegen België toch wel een hele lastige. Maar goed, je moet ze gewonnen hebben. En dat doen we hier dus ook. Heel erg belangrijk voor de EK-kwalificatie natuurlijk, die we hier gaan hebben. En dan hebben we nu de wedstrijd tegen VVV Venlo, die we gaan uh, simuleren. En dan de eerste wedstrijd in de competitie. Uh, niet, de eerst, niet de eerste wedstrijd in de competitie, de volgende wedstrijd in de Champions League is voor de volgende aflevering aankomende donderdag. Dit is de. We zitten tegen VVV, die we gaan simuleren. Dat eindigt voor Feyenoord. Even kijken. In een tromgeroffel, tromgeroffel. In een 2-2. Kramer en kiek met een doelpunten. Maar dat is wel een domper, hoor. 2-2 tegen vvv Venlo Hopen dat we een goed gevoel kunnen overhouden nu voor de wedstrijd. Of nu, voor de volgende Tegen, volgens mij, ja, nu tegen Sevilla. Die ook, net als ons, net als ons twee wedstrijden heeft gewonnen. Dus ja, tot de hele klus. Wie gaat eerste worden? Fire of Seville. We gaan het zien voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. En later.